Goedemorgen allemaal. Dag kinderen, dag juffen en meesters natuurlijk. Hier is meester Jochem vanuit het midden van het land. En we gaan vandaag weer naar een nieuwe aflevering kijken van Sporter in de Klas. En ik vind het heel spannend, dat zal ik heel eerlijk zeggen. Want we hebben vandaag een hele goede hardloper te gast. En zijn naam is Bart van Nuenen. En Bart, nou echt, hij kan zo ontzettend hardlopen dat hij onlangs tijdens de tijden van corona in Valencia een marathon heeft gelopen waar hij zo hard liep, dat hij als het goed is de komende zomer naar de Olympische Spelen mag. Nou, hoe cool is dat? En ik weet dat Bart niet in de buurt zit, maar we gaan hem er gewoon even bij halen en eens kijken of dat een beetje gaat lukken. Laten we hopen dat het gaat. Bart, daar ben jij. Hi. Hallo. Waar zit jij? Ik zit in Namibië, in de Windhoek. In Namibië, in de Windhoek. Dat is volgens mij best ver weg. En ik heb, omdat ik je natuurlijk van tevoren al even had gehoord, om even een beeld te geven voor de kinderen. Namibië, moet je even kijken. Ik heb hier een kaartje. Vanuit Amsterdam, helemaal naar het zuiden van Afrika, daar ligt Windhoek. En dat is, om precies te zijn, ruim 11.000 kilometer. Dus als de verbinding misschien iets minder goed is af en toe, dan zou dat zomaar kunnen. Maar Bart, wat ben jij op het ogenblik in Namibië aan het doen? Ik ben hier op trainingstage. En dat is eigenlijk hoofdstage / warmtestage. Heel kort gezegd, of heel zo makkelijk mogelijk uitgelegd. Ja. Je maakt meer voor je bloedlichaam samen op hoogte. Als je op hoogte zit, oké, ja. Zuurstof kan opnemen. En dat is het. En het is lekker warm. Dat is ook wel gunstig. Ook zeker nu toernooien en weer nog. Die zijn altijd in de warmte. Dus vandaar dat we hier zitten. Oh, heerlijk. Hey, en er komen al, ik heb echt al een heleboel vragen van kinderen komen binnen. De eerste vraag die komt van het Skrewbrood uit Surius de Vien. Ik kan het niet helemaal goed uitspreken. Op welke prijs ben je het meest trots, Bart? Oh, je hebt het net de vraag gesteld. Ja. Ik hoor hem nu niet goed. Op welke prijs ben je het meest trots? Dus ik heb die verbinding hier. Ja. Oh, ja, niet per se een prijs, maar meer een prestatie, zeg maar, als in gewoon zeg maar een tijd die ik gelopen heb. En dat is natuurlijk die marathon. Ja. Hoe lang liep je daarover? Ja. 2:10:14. 2:10:14. 42,2 kilometer. Ja, dat is echt wel heel veel. Dat is echt wel ontzettend hard. En ze vragen, willen graag ook weten hoe oud je was toen je voor het eerst een marathon liep. Op mijn 22e al. Ik ben nu 25 en op mijn 22e liep ik mijn eerste in 2:13. 2:13 toen je, oké, dat is ook al op je jonge leeftijd heel hard lopen dus. Nou, en de regenboog die vraagt aan jou, kan je nog normaal over straat lopen? En ik denk dat ze bedoelen misschien qua bekendheid, maar misschien kunnen ze dat nog duiden. Dat nog wel. Ja, nee, ik ook. Misschien dat het gaat veranderen, maar voorlopig nog wel, ja, voorlopig gewoon helemaal normaal, ja. Oké. Okay. Ja. Nee, en de Aloysius School groep 6 die vraagt, wilde je toen je klein was ook al een marathon lopen? Ik was nooit heel goed in sport en ik ben per ongeluk in bij atletiek binnengerold en toen bleek ik best goed te kunnen hardlopen. En ja, uiteindelijk wel vrij snel dat ik dacht van, het zou wel vet zijn om ooit een marathon te lopen. Maar ja, dat ik hier zou stranden, dat had ik niet echt verwacht ofzo. Oké. En ik weet wel dat op zich voor een, als ik het goed zeg, dat marathonlopers vaak wel wat ouder zijn. Maar jij was er dus al heel jong toen je de eerste marathon liep. Ja. Ik denk dan een uiteindelijk als marathonloper ben je meestal op je best tussen je 28e en 35e. Ja. Dus ik ben inderdaad heel jong. Alleen, het was al heel snel duidelijk dat mijn aanleg echt hier lag. En ik was gewoon sterk genoeg lichamelijk om het aan te kunnen. Dus toen mocht ik het gewoon gaan proberen en ging het gelijk best wel goed. Kan je uitleggen
Jij zegt, jij was, jouw lichaam speelt meer voor de marathon. Kan je eens aan de kinderen uitleggen wat dat eigenlijk betekent? Want dat betekent dat je langer, vooral goed met een heel lang hard lopen. Maar als jij nou 500 meter gaat lopen, wat gebeurt er dan? Kan je dat? Ja, nee, natuurlijk. Ja, dat kan ik ook. Alleen dan gaat het natuurlijk een stuk minder goed verhoudingsgewijs. Ja, je kan heel makkelijk. Kijk, waarschijnlijk willen ze ook wel. De sommigen ook misschien wel weten wat mijn topsnelheid is. Maar dat is dan relatief zwak in vergelijking met anderen. Alleen ik kan, als ik een marathon loop, dan loop ik gemiddeld in mijn geval 19,5 per uur. 19,5 kilometer per uur? Dat moet je maar eens op je fiets proberen te halen. Maar wat is jouw topsnelheid die jij kan halen dan? Ja, ik denk niet veel hoger dan 30. Niet hoger dan 30? En wat lopen de beste echte sprinters? Wat halen die dan van maximale snelheid in de atletiek? Ja. Volgens mij heeft Usain Bolt tijdens zijn 100 meter, heeft hij op een gegeven moment een deel van die 100 meter is van 45 of 46 per uur gehaald. Ja, 45 kilometer per uur, maar dan praat je dus over maar 10 seconden. Dat is wat anders dan 2 uur. Ja, dat klopt. Ja. Ja, het is natuurlijk niet dat hij dan die 10 seconden lang gaat lopen, maar een deel van die 10 seconden. Ja. Hey, een stukje, zeg maar gemiddeld rond de 36 of zo. Ja. Ik krijg een leuke vraag ook binnen. En die komt ook van het Gielbroert uit Veurhusterveen. Heb je ooit een blunder gemaakt tijdens het rennen? Oeh, ja, sowieso wel. Nou, je moet bijvoorbeeld rekenen dat mijn laatste marathon ben ik op mijn bek gegaan ook nog. Kopje, je bent gevallen. Sorry, ben ik onderuit gegaan. Ja, ben ik gevallen, ja. Excuses. dus dat is wel een beetje een blunder, maar op zich, ja, dat kan gebeuren. Ook wel andere dingen, maar daar hoef ik niet over uit te rijden. Vertel! Ja, nu moet je het gaan vertellen aan de kinderen. Nou, ik had bij mijn eerste marathon, had ik het met drinken, had ik het niet helemaal goed aangepakt. En met een marathon ben je natuurlijk best wel lang bezig. Dus je hebt ook energie, voldoende energie binnenkrijgen. Voldoende eten, ja. Ook tijdens de race gaan drinken. En mijn porties waren al te groot. Dus ja, en ik was nogal zenuwachtig, dus ik moest langs de kant. Dus ik heb een dictie op moeten zoeken. En ja. Die deur zat ook nog dus aan de achterkant. Ik heb eerst de deur moeten zoeken en toen ben ik daarheen gegaan en daarna weer terug. En ja, dat was een vrij lastige situatie. Maar dus even om het samen te vatten, jij moest tijdens de wedstrijd moest jij poepen? Ja. Ja, oké. Maar dat heeft Tom Dumoulin ook een keer gehad natuurlijk. Oh ja, dat is waar. Maar ja, dus het is allemaal helemaal goed. Ja. Ja. Ik vind het een mooie vraag. Die komt van de Klas van de Regenboog. Ze noemen zichzelf de snelste. Waarom ben je voor deze sport gegaan? En heeft iemand je daarbij geholpen? Ik deed op een gegeven moment niet aan sport. Toen ik een jaar of 9 was en ik moest van mijn ouders een sport doen. En toen las ik een advertentie in de krant dat de atletiekvereniging, lokaal atletiekvereniging, die zocht nog leden. Ja. Toen ben ik dan maar gaan proberen. En toen bleek ik op een gegeven moment een keer trainers die lieten ons heel veel rondjes inlopen om de baan. En iedereen vond het verschrikkelijk, maar ja, ik liep ineens voor en mee natuurlijk. En ja, toen was het zo van oké, misschien kan ik dit wel relatief goed. Ja, toen ben ik met mijn vader eerst een beetje gestart te trainen. En daarna naar een wat betere coach gegaan, toen naar een nog een betere coach. En uiteindelijk zit ik nu op Papendal, Sportcentrum, Nationaal Sportcentrum. En nu dus in Namibië. Ja, heel goed. Hey, een leuke vraag. Hij komt anoniem, maar dat maakt helemaal niet uit. Heb je nog een goede hardlooptip om het langer vol te houden? Ja, dus eigenlijk is het vooral gewoon training. Ik wil trainen, maar ook gewoon slim trainen. Dus niet alles hard, maar gewoon de juiste balans daarin. Gewoon goed uitrusten, goed eten. Zijn,
Ja, vrij bezig. Ja. Veel oefenen dus. Gewoon veel oefenen, ja. Dat is met alles. Ja, ja, als je goed kunt worden, gewoon, ja. Veel oefenen, ja. Ja. En ik vind ook een leuke vraag. Openbare basisschool De Knotwilf, groep 7 8 het Nieuwpoort, die vraagt: loop jij ook hard met je bril? Nee, dat expres niet. Hij is een keer afgestoten bij een wedstrijd. Ja, het is kans om nogal wat, duwen en trekken zijn. Bij een marathon is dat iets minder, maar ja, het is gewoon niet zo heel fijn en het gaat ook altijd een beetje zo op en neer. Dus, maar draag je dan lenzen? Dus ja, dat goed wel. Nee, dat niet. Nee, ik heb een oogafwijking, een aangeboren oogafwijking. En de eigen inhoud is zeg maar dat mijn ogen zijn gewoon wat kleiner. Ze zijn eigenlijk heel bataal. Maar ze zijn nog wel relatief sterk. Dus ik heb gewoon, omdat er het verschil zit links-rechts, krijg ik na een dag hoofdpijn. Flinke hoofdpijn. Ja. Als ik een beeld op heb, maar als ik dan gewoon veel op heb. Ik dacht, dat maakt niet uit. Dus ik schijnt hier kan prima. Oké, heel goed. Oh, dit is ook leuk. De regenboog wil ook weten van, ben je wel eens flauw gevallen tijdens een wedstrijd? Nee. Ik heb wel een zwart op mijn ogen gezien, maar niet flauw gevallen. Oké. De GDT groep 7A vraagt, hoeveel marathons heeft u al gelopen? En ook meteen, wat is je favoriete marathon? Ik heb er nu 3 gedaan, dus dat is niet superveel, maar ja, ik ben dus ook nog relatief jong. Ja. Mijn favoriet? Ja, ik heb 2 hele mooie gehad, want ik heb 2 keer zelf gedaan, 2 keer Berlijn. Ja. Dat is echt een hele mooie marathon. Jij hebt volgens mij in de marathon gelopen, waar ook het wereldrecord werd gelopen, toch? Ja, dat was mijn eerste. Dat was mijn eerste marathon, ja. Dat is precies die race. Ja. Ja, en Valencia heb ik ook gedaan, dat is ook een prachtige marathon. Ja, het is gewoon als je een mooie stad hebt en je hebt daar een marathon, dat is altijd goed natuurlijk. En kijk je dan ook om je heen? Ja. De eerste helft wel. De eerste helft nog, kan ik ook om me heen kijken. De tweede helft kan het ook wel, maar dan is het eigenlijk gewoon, ga je gewoon full focus. En dus dat, ja. Heel goed. Hey, en wij gaan dus een beetje naar de laatste vraag. Jij gaat zo meteen ook weer trainen. Dat weet ik. Wat zou jij de kinderen nog als misschien les mee willen geven? Of als je zegt van, nou, dat wil ik nog wel even tegen de kinderen zeggen. Wat ik eigenlijk zou willen zeggen is, als jij, stel je wil echt iets heel graag bereiken, hè, later. Ja. En het maakt niet uit wat. En dan moet je natuurlijk denken van, oké, wat is je doel? Hè? Waar wil je uiteindelijk naartoe? Maar focus je ook vooral gewoon op de tussenstapjes in het proces om daar te komen. Als jij vooral bezig bent met van hoe je iets wil gaan bereiken, ja, dan ga je het uiteindelijk waarschijnlijk ga je het ook bereiken of je komt heel ver. Terwijl als jij gewoon echt focust op van ik wil per se dit en dat halen, dan is het veel lastiger om dat te bereiken. Dus focus op het proces is de sleutel tot succes. Dat is een mooi verhaal, een mooi uitleg. En eigenlijk, ik probeer het nog even voor de kinderen wat simpeler uit te leggen. Dat je eigenlijk zegt, als je bijvoorbeeld naar de Olympische Spelen zou willen in de toekomst, dan moet je eigenlijk denken, oké, dan ga ik volgende week ga ik hardlopen, dan ga ik er heel veel plezier van maken, dan ga ik over een paar maanden ga ik een keer een wedstrijd lopen, dan ga ik van genieten en dan stap voor stap daar naartoe. Ja. Heel goed. Ja. Het is eigenlijk gewoon een heel lang proces en je moet je eigenlijk focussen op al die tussenstapjes en dan ook gewoon stapjes in van wat, niet het hoe, maar niet het wat, maar het hoe, zeg maar. Heel goed. Niet wat wil ik bereiken, maar hoe ga ik dat bereiken. Dan heb ik nog de laatste vraag en dat vind ik ook wel een hele goede vraag en daar sluiten we mee af. Dat is van groep 7 van KWS. Wat zijn je kansen op de Olympische Spelen? Dat is best wel een hele directe. Kans als in plaatsing nu definitief? Of... Nee, gewoon als je op de Olympische Spelen bent, nou, wat zijn je kansen daar? Kan je een medaille winnen? Ja. Nou, je moet wel enigszins reëel blijven. Ik denk, een medaille is gewoon vrij lastig op dit moment nog. Maar je zegt nooit, hè, altijd voor de voorgaan. Maar wat ik in ieder geval wil is gewoon een beetje voorin eindigen.
En niet achterin of in het midden van het veld, gewoon echt voorin mee kunnen doen. En dan hoop ik gewoon in de komende jaren nog stappen te blijven zetten, dat ik misschien wel ooit een medaille kan pakken. Heel goed. Ja. Hey Bart, dan dank ik jou. Veel succes nog daar op de hoogte stage, zoals we dat noemen, in Namibië. En dan wensen wij, nou, namens alle kinderen wens ik jou heel veel succes richting de Spelen. En dan ga ik nu afsluiten. Dan zou ik zeggen, dank voor het kijken naar weer een aflevering van Sporter in de Klas. En zoals je weet, we zijn er tijdens alle eigenlijk schoolweken op donderdag. Dus ik hoop jullie weer te zien op donderdag 15 april om 9:30. Tot de volgende Sporter in de Klas. Groeten van meester Jochem. Hoi hoi.